Oké, zoals jullie weten ga ik helaas niet meer bij Gio wonen. Visser rijdt mij naar huis toe, maar ik ga lekker naar de kloten. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En zoals jullie horen, mijn neus zit dicht en mijn ogen jeuken enorm. Maar het is vandaag lekker weer. En ik heb gehoord, ik hoorde laatst iemand zeggen, ik weet niet meer wie het was, maar die zei: september wordt een vreselijke maand voor mensen met hooikoorts. En wie heeft er superveel last van hooikoorts? Ik. Nou, echt. Oh, jongens, als ik naar mezelf kijk in de spiegel. Mijn ogen zijn klein. Man. Ik ga eventjes lekker een pilletje slikken. Dus ik ga even pilletjes zoeken. Ik hoop dat ik ze heb, anders moet ik ze even gaan halen. Jongens, ik heb ze gevonden. Dit moet mijn redder zijn vandaag. Anders wordt het helemaal niks. Zoals jullie zien ben ik niet bij Gio, maar ben ik thuis. En jullie hebben het vast wel voorbij zien komen, ook bij Gio, dat ik daar helaas niet meer ga wonen. Ik ga ergens anders wonen. Daar ga ik nog veel meer over vertellen. Wordt echt hartstikke leuk. Vanmiddag ga ik ook eventjes ook wat meer vertellen over de hele situatie tussen mij, Gio en Jade. Wat er nou eigenlijk gebeurd is en wat de reden is dat ik eigenlijk daar weg ben gegaan. Maar dat ga ik straks doen. Ik ga eerst eventjes zorgen dat mijn neus niet meer verstopt zit en ik een beetje een normale stem heb. Dat ik een beetje rustig kan praten in de camera. Maar dan ga ik het even uitleggen. Dus later in deze video dan horen jullie hoe en wat. Zo, we zitten in de auto. Jongens, ik ben weer helemaal opgeknapt. Mijn stem is terug, ik heb geen kleine ogen meer, ze jeuken niet meer. Ik heb geen verstopte neus meer. Ik ben helemaal free. Voor de mensen die ook hooikoorts hebben, ik doe dan gewoon zo'n spreetje in voor je neus. En ik slik een pilletje en dan ben ik weer helemaal het mannetje en kan ik er weer tegenaan. Maar wat gaan we nou eigenlijk doen? Ik ga eventjes lekker naar Haarlem langs de zaak van mijn vader en een koffietje drinken of zo. En ik denk dat ik jullie daar eventjes ga neerzetten en eventjes het verhaal ga vertellen en even ga uitleggen wat de plannen zijn en wat er is gebeurd met Gio en al dat gedoe. Maar goed, ik ga dus eerst naar Haarlem en daarna ga ik richting Danny naar Rotterdam. Hij heeft allemaal nieuwe dingen in zijn huis staan, hoorde ik. En daarna gaan we lekker eten in Scheveningen, dus het wordt een hele lekkere dag. En het is lekker weer, dus let's go! Kijk eens, we zijn weer op de zaak en moet je eens kijken wat er weer wordt gedaan. We zijn nog steeds bezig, hè, pap, met het appartement. Ja, wordt nog steeds fijn gezoend. Ja, ik ga nog niet zeggen waar het is en met wie en alles. Komt er allemaal nog aan, maar ja, het wordt wat. Oké, zoals jullie weten ga ik helaas niet meer bij Gio wonen. En ik wil ook even als eerste zeggen, Gio en Jade en ik, niemand heeft ruzie met elkaar. Er gingen op een gegeven moment Insta berichten rond dat wij ruzie hadden. Dat is totaal niet waar, we hebben geen ruzie. En sowieso, Gio en ik hebben nooit ook gezeik gehad met elkaar toen we daar samen woonden. Nooit irritaties aan elkaar. Maar wat was er nou wel aan de hand? Nou, ik ga het even uitleggen. Toen Gio zijn nieuwe huis kocht, wilde hij heel graag samen met iemand gaan wonen. En toen vroeg hij aan mij van, hey, zou je het leuk vinden om bij me te komen wonen? Gaan we vet content maken? Gaan we leuke dingen doen? En gewoon ja, met twee gasten samen daar in dat huis wonen. En op een gegeven moment ging de relatie tussen Gio en Jade ging goed en beter. En op een gegeven moment was Jade ook heel vaak bij Gio thuis. En ik kan voor allebei de partijen voorstellen dat het niet leuk was. Voor mij was het niet leuk omdat ik de hele tijd derde wiel was. Dus we woonden daar met z'n drieën. Een hele rare, zeg maar een beetje ongezonde manier van samenwonen. Dus als, ja, Gio heeft een vriendin en ik woon daar zeg maar bij. Ik ben net het third wheeling dan. En voor Jade is dat ook raar, want die wil heel veel met Gio zijn. En die wil zeg maar, ja, die wil gewoon graag alleen met Gio in het huis wonen bijvoorbeeld. En die vindt het dan vervelend dat ik hier ben. Dus zeg maar, voor beide partijen was het gewoon niet lekker. En Gio die merkte op een gegeven moment ook dat dat gewoon niet werkte. Ik kreeg een beetje irritaties ook een beetje naar Jade af en toe. Jade ook naar mij, omdat ik dan er ook veel was. Omdat dat, ja, logisch, want ik woonde daar. Maar op een gegeven moment ging het gewoon, kwamen we allebei op het idee van ja, dit werkt gewoon niet. En toen hebben we eens een keer een gesprek gehad. Toen zei Gio tegen mij van, hey, luister. Ja, we begonnen gewoon over het gesprek van, hey, dit is een beetje een gekke situatie zo. Weet je, je bent derde wiel. En ja, die wil heel graag ze van een beetje heel veel bij Gio zijn, zeg maar. En die wil ook echt gaan wonen. Dat doen ze nu ook. En ik ben ook super blij voor ze. En ik heb ook zeg maar geen gezeik met hun. Echt niet. Ook niet met Gio. Gio is nog steeds echt een van mijn beste vrienden. Maar goed, het is gewoon heel anders. Zeg maar dat dit soort dingen gebeuren, weet je.
twee vrienden gaan samenwonen, er komt een vriendin bij, dan is het gewoon wat lastiger. Want ja, ik wil ook niet de derde wiel zijn. En wat ook leuk is, ik heb hele leuke plannen om zelf te gaan wonen. Samen met nog twee anderen. Ik ga nog niet vertellen met wie, maar dat wordt zo lijp. En ja, het wordt ook super leuk voor mijn content natuurlijk. Ik kan veel meer gaan vloggen, want bij Gio hadden we ook een beetje zo van, ja, niet echt. Gio was echt daar heel chill in. Ik mocht alles filmen en dat is ook logisch, weet je. Het was een soort van YouTube huis. Alleen wat het wel was, Gio is natuurlijk een dagelijkse vlogger. En als ik ook heel veel ga vloggen, dan heb je eigenlijk een beetje dezelfde content. En dat was ook niet leuk, niet voor Gio, niet voor mij. Maar straks woon ik niet meer bij Gio. Woon ik straks met drie andere mensen ergens. Ik wil zeggen bijna waar het was, maar nee, ik ga nog niet zeggen. Maar ik ga wonen met drie andere mensen en het wordt hartstikke leuk. We gaan superleuke content maken en ik ga echt, ja, het wordt gewoon top. Maar goed, conclusie. Het werkte niet tussen ons drie. Het was gewoon geen goede combinatie uiteindelijk, weet je wel. Ja, we wilden graag met Gio wonen. En ja, ik ben derde wiel. Voor mij is het ook niet leuk, weet je wel. Dus we zijn tot de beslissing gekomen dat ik gewoon ergens anders ga wonen. En ik vind het prima, weet je. Het is een beetje jammer op de manier waarop het is gegaan misschien. Maar we hebben geen ruzie, dus het is prima. Ik ga ook lekker door, ik ga ook andere dingen doen. En ik ga lekker ergens anders wonen en het wordt top. Ik zeg het de hele tijd, ik blijf het ook de hele tijd zeggen jongens, maar ik heb er zoveel zin in. En ik ga ook al vertellen, ik kan er waarschijnlijk vanaf 1 november al in. Uiterlijk 1 november en dan gaan we beginnen met hele inrichting, met allemaal dingen kopen. Ik ga jullie overal bij meenemen en zoals je ziet, mijn vader heeft een eigen bedrijf in kantoormeubelen zeg maar en allemaal banken en zo. Dus hij kan alles intekenen al op een computerprogramma, dus ik weet ongeveer al hoe het eruit komt te zien en we gaan het allemaal nog helemaal fine-tunen, maar ik ga jullie lekker meenemen. Maar goed, dan weten jullie een beetje hoe, ja, wat de status is en dat er geen ruzie is en geen gezeik. En dat het allemaal prima is, zo, weet je. Het is voor iedereen beter. Maar goed, het wordt allemaal top. We gaan een nieuw hoofdstuk beginnen, jongens. Oh ja, Gio. En als je dit heel toevallig kijkt. Straks, als ik eigen appartement heb, dan nodig ik je uit. En dan is het alleen maar mannenavond. Elke dag mannenavond. Ik ben aangekomen in het o zo mooie Rotterdam. En Danny belde mij net en die vroeg van kom even langs Kop van Zuid, want daar woont hij. En haal hem even op, dan gaan we naar de IKEA, want Danny is ook nog bezig met heel zijn inrichting en zo. Dus we gaan zo lekker naar de IKEA. Maar ik heb er best wel veel zin in, want Danny kende de ja, ik weet niet. Ik vind Danny echt zo'n persoon die echt helemaal gek wordt in de IKEA. Maar goed, we gaan het zien. Hey, wacht, hier is een leuk tunneltje. Blijf leuk. Maar goed, Danny ophalen en dan lekker naar de IKEA. Wat leuk, jongens. Dit blijft wel echt top, hoor, elke keer. Ik krijg hier altijd echt New York vibes van, maar het blijft gewoon zo mooi. Er staan daar allemaal mannen en vrouwen met een camera foto's te maken van dit gebouw. Maar zit er dan een... Ik weet, er zit daar een hotel, maar zit er dan een bekend persoon of zo dat ze foto's gaan maken? Of wat de fuck zijn ze aan het doen? Het zag er heel raar uit. Stonden allemaal te, het leek wel, want ze waren ook geen foto's aan het maken, maar die camera stond stil. Dus het leek wel alsof ze aan het wachten waren op beweging of iets. Maar goed, kijk, dit is een hotel ook daar. Dus misschien, weet ik veel, zit er een bekend iemand en willen ze daar foto's van nemen. Het zou een beetje raar zijn, het is niet heel netjes voor diegene dan. Qua privacy, maar ik heb geen idee. Nee, geen zin in de chatcamera nu. Dennert! Nee, geen zin in. Dennert! Ik ben onwijs schietend. Laat mij lekker met rust vandaag. Oh man. Denner, wat is er aan de hand? Wat aan de hand is, wat is er niet aan de hand? Godverdomme. Heb je het zwaar vandaag? Ik heb niet zwaar vandaag, maar ik ben gewoon echt geïrriteerd. We hebben gewoon nummer 2, ik kom bij meubels te wachten. Kom die kutmontageurs vandaag. En ja hoor, het klopt allemaal weer van geen klote, je moet hier rechts. Oh, daarom moet je naar de IKEA? Ja, daarom moet je naar de IKEA, je moet hier rechts vinden. Oh ja. Kan gewoon, zie hier een stoepje. Dus een leuke begin van de dag om elkaar zo te moeten vinden. Maar wacht even, want je had dus die montageservice besteld, ja. Maar ze hebben niks meegenomen of zo. Ja, nou kijk, alle mails waren bezorgd, maar ja, ik ga natuurlijk niet controleren of alles klopt, Iris. En ja hoor, die gasten als in elkaar zetten, ja hoor, het klopt allemaal weer geen klote. Mij kan echt niet slechter treffen. Weet je wat ik vandaag zei? Ik zei, oh, ik weet sowieso, dan gaan we naar de IKEA en is Danny weer zagrijnig of hij is weer, er is weer wat gebeurd. En ja hoor. Best zagrijnig, echt waar. Ah, kom goed, vanavond ja, lekker eten, Dan, in het zonnetje. Vanavond drink ik dompies als water. Oh, ja, oh, shit. Nou, hè, gelukkig ben ik met de auto, jongens.
A few moments later. Gaan we weer, jongens. Wat een gezelligheid. Lekker op de camera. Ben, ik moet zeggen, ik vond dit wel echt een leuk IKEA-bezoek. Het is de snelste IKEA-bezoek ooit, denk ik. We zijn nog geen 5 minuten onderweg. We staan helemaal vast. Dus Danny zegt, jongens, we gaan naar huis. We gaan omkeren. Hier heb ik geen zin in. Ik zei het net ook al. Het is echt fucking druk in Rotterdam vandaag. Maar ja, ik denk wel dat alle kinderen moeten weer naar school. Mensen moeten weer werken. Het is chaos in Rotterdam, Dan. Moet jij niet naar school? Gast. Dan. Kijk, ik begin weer een beetje gelukkig te worden. Dus wees blij. Jij bent 28. Jij hoort naar school te gaan. Misschien eigenlijk wel een stap zo verstandig als ik weer naar school ga een keer. Heb jij een studie gedaan? Ik heb geen studie gedaan, helemaal niks. Is dit die troep die je hebt gekocht, Ben? Kijk, hier wordt al helemaal schrijven. Hey Dan! Ja. Hoeveel kost deze bank? 200 euro. Deze bank? Ja, 200 top of zo, een kutbank. 200 euro, ja. Nee Dan, het ziet er mooi uit, man. Hier komt tv te hangen, bankies, tafel staat er. Het wordt steeds meer een huis. Wat zeg je, Dan? Deze ding moet af, ik zweer. Ik word helemaal schiepak. Oh, dit is ook nieuw. Ja, maar dit moet eraf. Ik zweer, kijk dan. Hij zit voor mij mijn schroef vast en ik wil het gewoon aftrekken. Maar ja, dan sloopt door die kutding. Dat moet je ook niet doen. Ja, maar wat is dat dan? Dan moet je er toch niet afhalen? Hier zit het toch ook? Nee, kijk dan hoe dit zit. Hier, kijk dit. Pas gewoon mijn vinger tussen, kijk dan. Dat is koep. Heb je dit zelf gedaan? Dat denk je zelf. Nou, Dennis ziet er leuk uit. Nee, je ziet er niet leuk uit, ik ben fucking geïrriteerd. Nou jongens, verhuizen is ook wel een beetje stressvol en je raakt geïrriteerd. Ik moet ook allemaal nog mee gaan maken, jongens. Maar Danny zit nu volledig in die fase van verhuizing en allemaal spulletjes kopen voor in zijn nieuwe huis. En je ziet het. Danny wordt er heel erg chagrijnig van. Jongens, ik heb een heel zwaar weekend gehad. Met Formule 1, Glory en ik had ook elke dag was ik aan het zuipen. Dus ik heb ervoor gekozen om vandaag niet te gaan drinken. Wat? Huh? Oh, blijf jij maar thuis dan. Doei. Hij wist dat ik niet zou gaan drinken. Maar het leuke wel is dat ik dan weer een keer in de GT3 mag rijden. Maar niet zomaar in de GT3, maar in de nieuwe, in de groene kikker. En dat is natuurlijk mijn droomauto, dus dat is hartstikke leuk. Nee, hoor. En dan kan Danny lekker alcohol drinken! Nee. Daar is hij weer, Dan. Daar is hij weer. Kom binnen, met je bitch, Volgens mij moeten we helemaal niet door het centrum, Dan. Wij moeten sowieso door het centrum. Of snelweg op Bartrijden hier. Wil je even langs de Meent? Nee, ik wil niet langs de Meent. Ik wil gewoon naar de snelweg. Het is de snelste weg. Oh, oké. Nee, ik dacht dat je even door de stad wilde rijden om zeg maar je auto te laten zien. Maar dat hoeft dan niet. Iedereen weet al dat jouw soort van mij is. Ja, dat is niet meer nodig. 3, 2, 1, go! Nou, vertel. Ik zei net al tegen jou. Ik merk alweer gewoon dat jij helemaal hyped wordt. Elke keer als je hyped wordt, ga je echt. En dan ga je helemaal. Ik heb alweer zin om lekker te eten. Het is lekker weer. Ik heb een grote vriend Vincent naast me. Ja, je hebt er weer helemaal zin in. Het is lekker weer. Rijd een leuke auto. Ga lekker eten. Lekker drinken. Ja, het wordt fantastisch. Het is bijna weekend. Je hebt een bot mee. Ik ga eerst start van de trekcontrole nu. Dat is kut. Ja. Dat weet ik niet op. Je hebt gewoon een bob mee. Een gratis bob. Oftewel, daarom ben ik denk dat jij daarom zo hype bent. Dat je gewoon weet dat je zeg maar, nu gewoon naar Encore gaat, je favoriete tent. En dat je dan ook gewoon lekker kan drinken gewoon. Ja, maar misschien ga ik niet drinken. Misschien wil ik naar huis rijden. Misschien kan jij drinken dan. Oh. Maar ik ben met de auto ook vanuit Haarlem naar jou gegaan. En ik heb een hotel aan de overkant. Is dat jouw hotel? Ja, dat is mijn hotel. Nee joh. Wil je een kamertje? Gozer suite, allemaal geregeld. Ja. Oh, jongens, we zijn er bijna. Maar nu kort de code VINCENT10 bij het hotel en dan wordt alles geregeld voor jullie. Hoe grappig zou het zijn als we dan nu mensen naar het hotel gaan en houden dat ze kortingscode VINCENT10 en zeggen ze, sorry, wat doe je nou? Sorry, ik weet niet wie jij bent, maar... Wie is Vincent überhaupt? Ja. Dat kennen wij niet. Wat een geluid. Wat staat hij er toch weer mooi bij. Kanon. Oh, daar zitten we dan. Lekker in het zonnetje op het terras bij Danny's favoriete tentje. Favoriete tentje.
We doen één glaasje, want ik ga vanavond rijden en daarna stoppen. Ik ben er verstandig, jongens. Dat zien we later nog wel. Dat zien we later nog wel. Wie gaat er dan naar huis rijden? Wie gaat al? Ja, inderdaad. Den. Danny zei net in de vlog dat hij heel chagrijnig was omdat de IKEA-kast niet. Die was gewoon kut, zei hij. En ze, wat was nou? Je kast was kut. Zijn lampje was kut. Zijn dressoir voor zijn tv was kut. En hij zei dat hij heel veel champagne ging bestellen vanavond. Nou ja, dit is de eerste. De tweede we zijn daar een half uurtje verder. En we zijn een half uurtje verder. Dus ja. Yeah. Wordt een leuke avond, maar ik, boys, ik heb een ruggengraat vanavond. A few moments later. Cheers, Vince is nuchter, Vince rijdt bijna naar huis toe, maar ik ga lekker naar de klote. En opeens is het donker. Zoals jullie zagen was het aardig gezellig, Danny werd een beetje dronken en de rest ook. Ik ben nog compleet nuchter, maar... ja, soms is nuchter blijven niet heel leuk, omdat je dan zeg maar wel rekening moet houden met de anderen en die zit op een heel ander niveau. Maar het enige wat wel leuk is aan nuchter blijven is dit. Ik moet Danny naar huis rijden, want ik heb zelf ook mijn auto nog bij Danny staan. Dus ik ga hem open doen en dan ga ik Danny ophalen, want die is nog daar. En ik weet niet of ik Danny ga filmen, aangezien Danny best wel lam is. Maar goed. Gaat hij aan? Kijk. Wacht. Ja, Rex staat er. Danny is knetterlam en ik heb... Mijn beste maatje, Vincent, kijk, ik kan niet vloggen, ik heb nooit gevlogd. Ik wil ook dat ik een keer ga doen op mijn vakanties. En luister, dit is voor mij een unicum. Maar Vincent, mijn beste maatje, gaat zorgen dat ik veilig thuis kom, hè. Ik heb Danny lekker in bed gelegd en ik ga nu lekker naar mijn eigen auto. Danny gaat lekker slapen en ik ga naar huis rijden. Maar dat is niet meer zo boeiend. Dus, vond jullie deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.